We zijn deze historische context gestart met de mededeling dat Nederland een verzuilde samenleving was voor en ook na de Tweede Wereldoorlog. Nou, hier zien we al aan de titel dat er sprake zal gaan zijn van ontzuiling. Er zijn grote sociaal-culturele veranderingsprocessen in Nederland vanaf de jaren 60. En die veranderingsprocessen die maken ook een einde aan die verzuiling. En heel even snel over die verzuiling, dat was dus het idee, het gegeven dat de samenleving in Nederland eigenlijk verdeeld was in verschillende zuilen. Je had die twee confessionele zuilen, katholiek en protestant, je had een socialistische zuil en je had de liberale zuil. En mensen leefden eigenlijk altijd wel vooral binnen hun eigen zuil. Dus katholieken die gingen naar een katholieke school, die gingen naar een katholieke sportvereniging, die lazen een katholieke krant, die luisterden naar de katholieke omroep en dergelijke. Nou, zo ging het dus verder. En vanaf de jaren 60 komt er dus een einde aan die verzuiling. En wat zijn dan die grote sociaal-culturele veranderingen? Nou, een van de belangrijkste is de ontkerkelijking die er in Nederland plaatsvindt. Steeds minder mensen in Nederland behoren tot een kerk. En dat zien we hier op dat kaartje hieronder. De kerkelijke gezind in 1899 en in 1971. En eigenlijk zie je dan overal dat het rechterstreepje van 1971 is bijna altijd lager dan het linkerstreepje van 1899. Oftewel, steeds minder mensen die associëren zich met een kerk en gaan dus ook naar een kerk toe. En een belangrijke oorzaak daarvoor is de verstedelijking, waar het in de vorige video ook al even over ging. Kort gezegd, de dominee of meneer pastoor, ja, die had in een klein dorp, kon die goed controleren wat je deed. Hè? En daar was heel veel sociale controle. Ja, steden zijn groter en is ook wat anoniemer, daar kun je meer je eigen gang gaan. En daar kun je ze ook makkelijk onttrekken aan het blikveld van de dominee en van de pastoor. Een andere grote sociaal-culturele verandering die belangrijk is voor die ontzuiling is de zogenaamde individualisering. Mensen werden in eerste instantie geacht om zich vooral naar de groep te vormen, hè? Dus vooral binnen de eigen zuil te blijven en je aan te passen aan de normen en waarden van die zuil. Dan moest je vooral ook niet buiten gaan, dat zou de zuil zwakker maken. Maar we zien vanaf de jaren 60 dat er steeds meer individualisering plaatsvindt. Hè? Mensen gaan hun eigen pad creëren. Ja, en dat komt bijvoorbeeld de toegenomen vrije tijd. Hè. Mensen hebben ook meer vrije tijd nu om hun, om hun eigen ding te gaan doen. Hè, omdat ze de tijd over hebben. Komt ook door de toegenomen mobiliteit. Mensen kunnen dus makkelijker van de ene plaats naar de andere plaats. En kunnen ze ook makkelijk even uit een dorp of uit een buurt of wijk of zo weg, zeg maar. Om iets anders op te zoeken. En komen dus zo ook in aanraking met andere ideeën dan alleen die ideeën uit hun eigen zuil. En daar willen ze misschien ook iets mee. En het heeft ook te maken met de opkomst van de televisie. Want daardoor kregen ze ineens ook allerlei beelden te zien van hoe mensen in een andere zuil leefden. En konden ze dus ook naar programma's van omroep uit een andere zuil kijken. En dat zorgde er ook voor dat mensen dat misschien ook wel wilden gaan doen. En zich dus los wilden maken van die zuil. Ze wilden zich steeds meer op een eigen manier gaan leven eigenlijk. Meer geïndividualiseerd dus. Ja, en dit alles zorgt dus voor een doorbraak van die verzuiling. Hè. Die verzuiling werd eigenlijk losgelaten. En een voorbeeld ervan in de politiek is de opkomst van nieuwe politieke partijen, zoals bijvoorbeeld dus D66, Democraten 66, die in het jaar 1966 uiteraard wordt opgericht. Ja, dat is een partij die helemaal niet bij een bepaalde zuil hoort. Het is een heel nieuwe partij en zij willen eigenlijk alleen maar dat de kloof tussen burgers en politiek gedicht wordt, dat die kleiner wordt. Ja, want zij vonden dat de politiek er niet altijd was voor de burgers en burgers ook een beetje uitgekeken raakten op die politiek of die er niet meer heel veel gevoel bij hadden in ieder geval. Ja, en daar gaven ze eigenlijk al die oude verzuilde partijen de schuld van. En ze vonden ze ook dat die moesten eigenlijk gewoon ontploffen, zeg maar. Hè. Die moesten er weg, er moest vernieuwing komen in de politiek. Er moest ook meer directe inspraak komen van de burgers. Dus D66 is altijd voorstander geweest van bijvoorbeeld een gekozen minister-president en een gekozen burgemeester. En ze vonden bijvoorbeeld ook dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, hè, de kandidaten met de meeste stemmen in Nederland, die gaan naar de Tweede Kamer. Toe, dat moet worden losgelaten voor een districtenstelsel. Verdeel Nederland in 150 districten, hè, want je hebt 150 plekken in de Tweede Kamer. En de kandidaat uit een district die de meeste stemmen krijgt, die krijgt ook een van die 150 plekken in de Tweede Kamer. Zodat mensen ook gevoel hebben bij die persoon die naar de Tweede Kamer gaat. Dan gaat er iemand uit de eigen buurt, uit de eigen regio, die vertegenwoordigt jou er dan. En daardoor zou de kloof tussen burgers en politiek misschien wel gedicht kunnen worden. Ja, en tegenwoordig is D66 gewoon een gevestigde partij, maar in die tijd waren ze echt nieuw en fris en trok ze ook een heel jong publiek en hadden ze ook net een andere taal dan al die wat ouderwetsere, wat deftigere partijen.
Ja, dat was dus voor veel Nederlanders dus ook wel een teken eigenlijk, dat die jaren 60 dus echt wel voor grote veranderingen zorgde in die Nederlandse samenleving. Ja, hetzelfde zagen we ook bij de omroepen gebeuren, hè? Radio en televisie. Dat was ook helemaal verzeld. Je had de katholieke radioomroep, om maar zo wat te noemen, hè? De KRO. Maar je had ook de vrijzinnig protestantse radioomroep, de VPRO. Dus ja, iedere zuil had wel zijn eigen omroep. Ja, en ineens komen er nieuwe omroepen bij. En één daarvan is een omroep die we nu nog steeds kennen, is Veronica. Gestart als radiostation, Radio Veronica. Ja, en die mocht eigenlijk helemaal niet uitzenden in Nederland, hè, want dat was allemaal door de regering geregeld en zo, die dat hele omroepbestel in elkaar zat. Maar wat Radio Veronica heel slim deed, was een schip kopen en dan in internationale wateren gaan liggen. Hè. Hier zien we dat schip, het schip van Radio Veronica. Het was dus eigenlijk een illegale zender. Het was ook een commerciële zender. Dus ze kregen ook geen geld vanuit de overheid, maar ze kregen dat alleen maar via reclameinkomsten. En die lagen dus in internationale wateren. Dus de Nederlandse regering kon er niks aan doen. Hè. Dat schip lag op de Noordzee, maar buiten Nederlands gebied. Maar de zender was wel sterk genoeg, zodat alle Nederlanders die radio konden horen en die programma's van Radio Veronica konden beluisteren. Ja, en daarin hoorde je ook een ander geluid. Want dat ging niet over verhalen over de eigen zuil en muziek en artiesten die daarbij pasten. Maar er werd gewoon popmuziek uit Groot-Brittannië, uit Amerika werd er uitgezonden. En ja, dat is wat heel veel jongeren heel erg aansprak. Want die hadden ook wel genoeg van die verzuiling en die wilden iets nieuws. Ja, en zo zie je dus dat er op allerlei manieren in Nederland in de jaren 60 een einde komt aan die verzuilde samenleving.